toch dat jongetje achter mijn pc. Niet vooruit te branden, op alles zegt hij nee. Dat is nou mijn jongen, mijn bloed stroomt door zijn lijf. Dat is duidelijk, want zijn rapport telt 7, 4 en een 5. Jouw vader die ligt daar dood te gaan. Dan zei hij nog wat? Of, Ja, hij zei, ik heb een visioen. Vlieg maar door de lucht, op de rug van een vogel. Droom maar lekker, knul. Papa, die zal waken. Wat? Een tunnel? Nee, koud biertje. Papa! Jouw naam was? Lou. Lou, wat? Lou Reed. Oké, okay, begin maar. I said, hey, babe. Nee, stop maar. Dit is... Oh, jij kan helemaal niet zingen. Maar ik vind je achternaam wel lekker rustig. Maar nee, je moet echt stoppen. Oh, dat gaat nooit. Zo gaat dat. Ja, ja. Die mensen zouden nooit dat kunnen winnen. Kansloos. In jury. Joe Cocker? Nee. Ja, en dat hij dan je kamer binnenkomt en zegt, knulletje, wat leuk die muziek van jou. Maar zit dan overal van die drums bij? Ja, toen zag ik ineens dat hij een buikje had, joh. En een hele rare broek. En bij de hand deed tegen zijn veersters. Ongelooflijk, hij was echt alles wat ik niet wilde zijn. Het is je bloed. Dat stomige spul, als je snijdt, dan zie je het goed. Hebben we nou alles laten zien? Ja, voor wat kan in anderhalve minuut wel natuurlijk. Geen kuffertjes, weinig grappen eigenlijk. Nou, ik vond het heel veel grappen. Ja, maar je kan niet al je grappen weggeven. Nee, dat kan niet. Nee, dat wordt een beetje... Ik zou het leuk vinden, dat stukje dat je van ja, zuster, nee, zuster, dat je uit je broerskamer op een soulfinger hoort, weet je wel. Maar ja, het is maar 1 minuut en 15 seconden. Pa-da-pa-da-pa-pa-boom-pam-pam-doem. Maar ja, daar heb je geen tijd voor. Ik heb tijd voor. Het is wel dat mijn neus een beetje raar eruit ziet. Nou, maar je hebt een rare neus.